Goedemorgen en welkom bij DocTalk. Vandaag zijn we in Scheveningen om te kijken te nemen bij de Volvo Ocean Race. En we gaan aan boord van de Rost bij Finn Kribbe. Ik heb vast mijn schoenen uitgedaan, dat moet als we aan boord stappen. Hallo. Hi. Hoi Elisa. Finn. Zou ik een kijkje mogen nemen aan boord? Ja, zeker. We zijn nu net begonnen met de laatste voorbereidingen van de boot. Oké. We gaan vandaag met de sponsoren varen met Centercom. Ja. Zoals je ziet is de boot nu redelijk klaar al om te gaan. We hebben nu een paar zeilen hier zo liggen. Dit is eigenlijk het plekje voor een paar van de voorzeilen. De kites, die noemen we zo, die leggen we hier vaak. En er ligt er nu eentje al helemaal voor. Ik ben de voordekker van de boot. Dit is dan ook wel echt mijn plekje hier zo onder dek, zeg maar. Ja. Hier ligt een genaker klaar. En hierboven, waar ik nu net mijn hoofd ook half uitsteek, is het voorlijk waar de genaker dan uitkomt tijdens de inshore wedstrijd. Hiervoor ligt de staysail. Die ligt daar dan klaar om ook snel gezet te worden. En boven op het dek is dan het voordek, wat mijn terrein is. Hierachter zie je de wc. Zoals je ziet is er heel weinig van de wc nog over. Over, ja. Het ligt hier helemaal vol met jassen. En de wc zelf is ook dichtgekit. We moeten volgens de rating moeten we een wc aan boord hebben. Maar hij hoeft niet te werken. Dus we hebben hem dichtgekit, zodat hij sneller is. Het is eigenlijk een wc voor de sier. Ja, voor de sier echt, ja. Oké. Okay. En dan hier zo is de mast check. Leuk ook om te vertellen. Deze kunnen we de mast mee omhoog pompen. En hier zie je onderaan in de mast zie je schijven zitten. En zo kunnen we ook trimmen. Net als je eigenlijk in je optimistje ook zou kunnen doen. Ja. Is dat heel zwaar om dat in eentje te kunnen doen? Nee. Ja, kijk, dit is natuurlijk gewoon een hydraulisch systeem. Dus je kan dat kun je zo oppompen. Net als een auto zou je het zo kunnen oppompen. En dan hierachter zie je de keuken. Die is nu eigenlijk helemaal leeg. Ja. Er gebeurt nu helemaal niks. Normaal hebben we hier een gaspitje liggen. Daar kun je dan het eten maken, doen een theekan, zetten we erop. En eigenlijk alles wat we eten op de boot is allemaal freeze-dried, noemen we dat. Het zijn gewoon van die zakjes, astronautenvoer als het ware. Ja. Zoals ook op de Volvo Ocean Race boten hebben nu. Hierachter mist er nog wat. Hier hebben we dan het eten hangen. Dat is nu helemaal weg voor de inshores. We hebben laatst inshores gevaren en dan moet de boot zo leeg mogelijk zijn en zo licht mogelijk zijn. Oké. Okay. En wat is jouw favoriete plekje binnen op deze boot? Ja, binnen in de boot? Nou kijk, we hebben hier zo achter, dat is een... Heel klein gaatje. Ja, een heel klein gaatje waar we in kruipen. Deze bunk. Het lekkerst. Ziet er wel comfortabel uit, ja. Ja, en ook nog is er ook nog een nieuwe... We hebben deze winter een refit gedaan aan de boot. Dus we hebben een nieuwe kiel in principe, die hebben we geredesigned. We hebben een nieuw dropwiel, dat ik ook zo meteen kan laten zien. We hebben hier de spoel. Dus de schoot die ligt hier omheen. En we rollen die vanaf buitenaf, kunnen we die met een ander lijntje er zo omheen draaien. En zo kunnen we heel snel dus de lijnen opschieten. In plaats van dat je dat zou uitleggen op het dek. En die hebben we dus ook voor de val, voor de inshores. Hij is nu leeg. Maar hij ratelt mooi nog steeds. En dit is dus nieuw? Ja, dat is nieuw. Okay. Dat hebben we nieuw nu gedaan. En hier is de navdesk. Dus hier zit een navigator achter zijn laptopje. Dit is een stoeltje zo. Dit is voor mij eigenlijk als voordekker niet echt een plek waar ik heel snel te vinden ben in dit stoeltje. Eigenlijk helemaal niet, want dan gaat de Zeeblik onze navigator maar eruit trappen. Maar ik ben hier wel vaak om, vooral tijdens de offshores, om te bespreken met Zee wanneer we nieuwe zeilwissels, wat er aan zit te komen. En hoe lang zit zo iemand hier dan? Ja, nou ja, je wil hier natuurlijk zo min mogelijk zitten. Want je bent eigenlijk bezig met gewicht bovenin op de goede plek hebben. En we zitten nu natuurlijk in het midden van de boot en je wil eigenlijk het gewicht aan de goede kant hebben. Maar Cedric die zit hier wel regelmatig om even alle routings te controleren. Ja. Met zijn laptopje lekker te nerden. En dan aan de andere kant hier zo van de boot hebben we het dropwiel. En deze is ook nieuw. En dit is misschien wel voor mij het gaafste als voordekker van de nieuwe refit. Dus we hebben hier het dropwiel. Deze loopt helemaal naar achter in de boot. Dan naar de andere kant, naar stuurboord toe. En dan loopt hij helemaal naar voren toe. En dan via dat voorluik wat ik net liet zien. En daarmee kunnen we dus de genhakers mee naar binnen trekken. Dus we hebben hier een as. En die kan bovenop door de koffiemolen kan die aangedraaid worden. Er staan twee hele grote jongens staan daar te draaien.
En dan komt die hier zo, komt die omheen. En dan gaan die jongens hier zo... gaan shoren. Ja, gaan er aan shoren. En als het hier als het donker is buiten, slecht weer, kan je dan wel wat zien hierbinnen? Nee, ja, daarvoor hebben we hoofdlampjes. Ja. Dus we dragen hoofdlampjes vooral. En ja, vooral die bunks hierachter. Je ziet, het is nu heel erg licht buiten. We hebben mooi licht via dit dingetje. Maar nog steeds zien we helemaal niks. Nee. Dus je hebt dat hoofdlampje en na een tijdje ken je de boot ook zo goed dat je precies weet waar je hand moet neerzetten en waar je hand blind naar binnen neerzetten. Ja. Oké, okay, nou, zullen we naar buiten gaan weer? Ja. Super. En jij bent begonnen op je 12e, hè? Ja, ja, toen ik 12 was, toen ben ik begonnen met zeilen. Mijn ouders die zeilen niet, dus ik heb dat helemaal zelf moeten ontdekken. Ik ben toen in de Optimist begonnen met zeilen. Mijn eerste lokaal in Wolfertsdijk. Toen later in een nationaal team, bij Coach Verzeling Team van Han. En toen later ben ik in het nationaal trainingteam hier zo aan de overkant bij het topzeilcentrum beland in de laser. Heet nu een Ilka. En toen heb ik dat 3 jaar gedaan. En toen ben ik bij dit traject gekomen, bij dit project. En daar heb ik nu mijn 3 seizoenen afgerond als voordekker. En nu ben ik begonnen aan mijn 4e seizoen hier zo. En begint het daarnaast ook een beetje op te starten, zeg maar. Maar waar kwam in de eerste instantie die interesse vandaan voor de optimist al? Best late leeftijd voor... zeilen? Ja, lastig. Het was voor mij echt mijn eigen ding. Ook omdat mijn ouders het niet snapten, zeg maar. Ik kon daar echt mijn eigen ziel op loslaten, zeg maar. En dat is het eigenlijk altijd gebleven. En er waren altijd heel veel kindjes bij het zeilen waar de ouders super invested waren. Want het is natuurlijk ook best wel een dure sport in die zin. Dus ik snap dat ook wel vanuit de ouders. Maar ik vond het juist heel lekker dat mijn ouders... Nou, mijn moeder die bracht me dan naar het zeilen en die zei, ik ga koffie drinken, succes ermee. Ja. En ik kon daarin altijd gewoon lekker mijn ding doen. En dat was de liefde, maar ook... ja, ook wel de haat aan de andere kant van ja, shit, ik moet het altijd in mijn eentje doen. En, maar daardoor ook wel de drive, zeg maar. En ja. Nu ook later nog steeds. En tot voor kort was je ook volgens mij de jongste aan boord. Ja. Ben je dat nu nog steeds? Nee, ik was, tot voor kort was ik de jongste aan boord. Ik was nog net 17 toen ik begon op deze boot. En nu ben ik 21 inmiddels alweer. En zit ik met jongens van ook 17 op de boot. Dus het is ook wel heel grappig om te zien. Om dan nu weer mensen in mijn tijd, zeg maar, toen ik begon bij de boot. Die nu weer. Jij was ook zoals hun natuurlijk. Ja, precies. En doe je nog een studie ernaast? Ja, ja, ik studeer in Delft. Dus dat is heel druk. Ja, maar het valt nog wel te combineren. En nu ik... langer in de grote botenwereld begint te komen, beginnen ook steeds meer projecten naast te komen. Ook vanuit Gert en vanuit het Rotterdam Offshore Sailing Team natuurlijk. En dus dat wordt wel moeilijker, die combinatie, maar ja, je went er ook aan natuurlijk. Dus je bent nog wel, je haalt nog wel voldoende, zeg maar. Ja, ja, ik moet mijn puntjes nog steeds gaan halen, ja. Oké, okay, en daarna heb je dan de intentie om echt vol te focussen op het zeilen, of wil je eigenlijk wel gewoon door me studeren en... daar een carrière in vinden? Ja, ik vind dat een moeilijke. Ik denk dat het heel lastig is om heel veel geld te verdienen binnen het zeilen. Dus ik wil eigenlijk mijn... Ja, ik stel die keuze ook uit omdat ik dat zo moeilijk vind. Dus voor nu is het te combineren. En ik zal uiteindelijk een keuze moeten gaan maken wanneer het niet meer te combineren is. Maar ik vind dat voor nu heel lastig. En ik zie het professionele zeilen neigt heel erg. Zo van, het is echt een supermooi, lijkt me dat om te gaan doen. Maar aan de andere kant lijkt het me ook wel weer leuk om gewoon een carrière op te bouwen. En dan daarnaast nog te zeilen. En ja, voor nu is het traject waar ik mee loop, gaat het al meer richting professioneel zeilen. En dat is eigenlijk ook waar ik uiteindelijk naartoe wil. En voor nu is studie iets wat ik gewoon moet doen. En als ik de studie af heb, dan kan ik professioneel gaan zeilen en dan zie ik het daarna wel. Zie je waar het uitkomt. Oké, okay, heb je nog genoeg tijd voor familie en vrienden? Ook al kan je nog wel daarna studeren ook? Ja, ja, familie en vrienden, dat valt ook nog te doen. Maar het is vooral, kijk, natuurlijk het zeilen, zullen ook veel vrienden vandaan komen. En familie is af en toe lastig. Maar ik probeer erbij te zijn met alle feestdagen. Maar ja, soms hebben we overlap met zeilen. Maar ja, zij weten ook inmiddels hoe het zit. Dus, ja. En we zijn nu bij de Volvo Ocean Race. Wat is nog echt een droom van jou, wat je uit laat komen in de zeilwereld? Ik binnen de zeilwereld. Ja, kijk, ik denk, ik heb gisteren waren wij met de gasten Eclectic waren we buiten.
En toen zag je die Imoca's langs vliegen en toen stond ik daar ook wel met knikkende knietjes op deze boot weer. Terwijl dit ook een hele gave boot is. Ik stel eigenlijk als doelstelling voor mezelf, ik vind TP250 heel cool. En het voordek vind ik heel leuk, dus dat lijkt me wel iets om een doel te stellen. En de Volvo Ocean Race, ik zou het nu niet weten. Ik denk het wel, het is natuurlijk heel gaaf. Dus gisteren begon het weer te kriebelen. Maar we moeten het gaan zien en ik moet heel erg mijn best gaan doen. Dus we gaan het zien. Ja, we gaan je nog wel volgen denk ik dan aankomende jaren. Ja, gaat helemaal goed komen. En heel veel succes. Ja, dankjewel. Top.